Ja, blijven we even bij de Weense klassiek. We gaan een duet spelen van Joseph Haydn. Mozart noemde Haydn ook wel Papa Haydn. Dat is liefkozend. En hij schreef ook 4 strijkkwartetten voor Haydn. En Haydn schreef ook 4 duetten eigenlijk voor cello en bariton. Hij werkte aan het hof bij Esterhazy. En prins Nicolaas Esterhazy speelde zelf bariton. Dat is ook een soort viola da gamma-achtige cello met nog meer snaren die ook alleen maar resoneren, zeg maar. Dus, we spelen daarvan dus het eerste duet van deze 4 duetten van Haydn, duet in D. Het heeft 3 delen, moderato, een rustig begin en dan een menuet en finale presto. Thank you.
is het een broer verdwenen, maar ja, en de boek ook. Ja, want zijn wij er ook. Ja, neem jullie alles voor hem mee. Ja, jongens, wat hebben jullie weer prachtig gespeeld. Dankjewel. Ondanks de warmte, volgens mij, je zweet aan alle kanten. Ja, we zien ook bijna 27 graden, geloof ik. Ja. Heel erg fijn dat jullie er waren. Het is heerlijk om te zien dat jullie nog steeds zo mooi met elkaar spelen. Ja, dankjewel. En heel fijn om jullie hier te hebben. Ik ga deze dan gewoon... Ik geef jou er één, Emmanuel, alsjeblieft. En jou de ene, dan geef ik van de boeken en de stof geef ik er ook nog één. Ja.